In deze video laat ik je zien hoe je een les maakt en start met Jamf Teacher. Bij lessen kun je kiezen welke apps, websites en specifieke functionaliteiten je wilt inschakelen voor de leerlingen. Essen kunnen van tevoren worden voorbereid en je kunt je lessen ook delen met andere docenten. Laten we beginnen. Open de Leerkracht-app. Tik in de linkerbovenhoek op Vorige. Koplessen. Koples maken. Geef je lessen naam. Onder toegestane apps. Kopwijzig. Hier kun je kiezen welke apps je de leerlingen wilt laten hebben. Als je klaar bent, kop les maken. Mijn les wil ik dat de leerlingen toegang hebben tot slechts één website. Mijn voorbeeld open ik Safari. Kopieer de URL. Ik op link toevoegen. plak de URL. En voer een titel in. Druk op enter. Zorg ervoor dat vergrendelen op deze websites is ingeschakeld. Als je niet wilt dat de studenten toegang krijgen tot andere websites. En ik zou ook graag AirDrop willen uitschakelen voor mijn studenten. Je kunt verschillende functionaliteiten voor je studenten uitzetten. Kop bewaar. Nu wil ik beginnen met mijn les. Ik zal beginnen met terug te Klik Kop klasse. Kies je klas. Klik op het vierkantje in de rechterbovenhoek om een les te starten. Kies de duur van de tijd. Tik op je les. Kop toepassen. Kop klaar. Aan de rechterkant zie je een iPad van een leerling waarop de beperkingen zijn toegepast. Studenten kunnen toegang krijgen tot de website door Safari te openen. Tik op het plusteken in de rechterbovenhoek. Onder favorieten zie je de toegestane websites. Als de leerling naar een andere website probeert te navigeren, ze worden geblokkeerd. Als je je les van tevoren wilt beëindigen, tik op de drie knoppen in de rechterbovenhoek. Klik op alle beperkingen. Klik op Klaar. Een les delen met een andere leerkracht. Ga naar de lessen. Tik op vorige. Tik op lessen. En tik op de deelknop. In de rechterbenedenhoek. En kies op welke manier je je les wilt delen. Ik raad airdrop aan. En als je een les wilt bewerken. Klik op de drie knoppen naast de les. Hier kun je je les bewerken. En als je klaar bent, klik op Bewaar.